Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Etholdi. En vandaag ben ik hier terug met de Spiksplinter nieuwe video. En dit is de eerste video voor Project Middle-earth, guys. Het is eindelijk zover. Seizoen 2 gaat bijna van start. En dat is natuurlijk hartstikke tof. En deze video zal vooral gaan over het start van mijn seizoen. Wat ga ik precies doen? En vooral, hoe kun jij erbij zijn bij het begin van het seizoen? Want ik zoek nu al mensen om het startgroepje op te maken van de elven die mee gaan spelen in Project Middle-earth. Ik heb al een paar mensen gecontacteerd voor bouwers. Die zullen echt gaan bouwen aan de questlijn, et cetera. Maar ik zoek nu gewoon normale spelers die actief aan de slag gaan. Dus, als jij denkt dat jij een goede toevoeging zal zijn voor mijn team in Project Middle-earth, luister dan eventjes goed naar deze video. Want je kan heel veel verschillende dingen doen om die invite binnen te krijgen. Je mag het hier in de reacties doen, je mag het op Twitter doen, je mag het waar dan ook doen waar je het wil. Als je mij maar in contact kan brengen, liever niet via de mail, want die zie ik waarschijnlijk niet op tijd. Maar ik heb dus wat mensen nodig. Het seizoen start op 1 december en dat is al vrij snel. Dat is al over een paar dagen als jullie dit zien. Dit is maandag als het goed is als dit online komt. Dus over een paar dagen begint het seizoen al. Wat kan jij doen om mij te overtuigen dat jij een goede toevoeging bent? Nou, je kan sowieso als je reactie maakt, vertel je natuurlijk alle basisinformatie. Jouw naam, je Minecraft naam, je leeftijd, je Skype. Of in ieder geval iets waar ik mee kan contact kunnen nemen. Het liefst Skype, dat is het makkelijkste voor mij. Dat moet er sowieso allemaal bij staan. En dan natuurlijk een motivatie. Waarom wil jij graag bij de elven van de server? Waarom wil je bij de elfen horen? Wat lijkt je daar leuk aan? En natuurlijk gewoon een omschrijving van wat ga jij doen? Wat is jouw sterke kant? Wat is jouw toevoeging aan het team? Waarom heb ik jou nodig? Dat kan van alles zijn. Dat hoeft dus niet per se een bouwer te zijn. Je kan ook gewoon dat je actief bent en dat je veel gaat verzamelen. Dat je verstand hebt van de Lord of the Rings mod. Dat je verstand hebt van Lord of the Rings. Dat zijn allemaal pluspunten. Als jij een beetje verstand hebt van Lord of the Rings, die wereld, et cetera. Je kan gewoon verzamelen. Je weet hoe de questen werken om geld te verdienen, et cetera. Want dat heb je ook echt allemaal nodig. Je kan een beetje overweg met het PvP systeem in de Lord of the Rings mod. Want dat is heel anders dan normaal Minecraft. Er zitten allemaal verschillende wapens in. Die verschillende lengtes hebben. Dus ook verschillende range hebben qua hoe ver je kan slaan, et cetera. En hoe snel je kan slaan. Dus dat zit allemaal in. Als jij daar verstand van hebt, zet dat zeker in je reactie. En wie weet wint jouw reactie daardoor. En natuurlijk gewoon je motivatie. Waarom wil je graag bij de elfen, bij Edeldier horen? En ja, probeer gewoon zoveel mogelijk om mij te overtuigen van jouw kunsten. Dus je kan goed verzamelen, je bent actief, je weet van de mod af. Of je kan goed vechten. Je houdt van de elfen. Of je kan bouwen. Bouwen kan natuurlijk ook altijd nog. Als je daar goed in bent, dan kan je het waarschijnlijk best via Twitter doen. Maar als jij een linkje kan sturen of screenshots van elfen dingen, dan vind ik het helemaal goed. Je kan dus op allerlei manieren kan je mij overtuigen. Ik zoek gewoon een begingroepje om mee te starten. En uiteindelijk zoek ik ook iemand die natuurlijk de elfen kan aansturen als ik er niet ben. Dat zal voorlopig vooral ook Rob zijn. Maar Rob en ik zijn natuurlijk ook allebei heel druk met Kingdom. En ik wil Rob niet belasten met iets waar die misschien geen zin en tijd in heeft. Dus eigenlijk zoeken we iemand die heel veel tijd op PME is. En die misschien dus ook de groep kan aansturen op PME. Dus ik zoek gewoon mensen. Als jij dat denkt te zijn, laat dan je reactie achter. Ik ga deze video niet al te lang maken, want dat is helemaal niet nodig. Ik zoek gewoon mensen voor Project Middle-earth te starten. Hoe gaat de serie zelf zijn? De serie zelf zal een beetje een soort roleplay survival-achtig iets zijn. Dus ik zal waarschijnlijk wel een cabinetje hebben, maar misschien ook niet. Ik weet het nog niet helemaal zeker. En ik zal in ieder geval dus een questlijn volgen. Ik zal dus een quest volgen, die is uitgestippeld. Ik zal beginnen in de Misty Mountains, of net na de Misty Mountains, op weg naar Mirkwood. Ik ben namelijk een High Elven Prince, dus een prins van de Grey Havens bijvoorbeeld. Dat is de stad die we uiteindelijk zullen hebben daar. Een prins van de Grey Havens die onderweg is naar zijn familie in Mirkwood om daar meer te leren over het leven en meer training te ontvangen. En op die weg daar naartoe zal ik al heel veel avonturen beleven. Er zullen heel veel dingen gebeuren, heel veel lastige fights waarschijnlijk al komen. En voor de rest, er zullen af en toe wel een oorlogje in zitten misschien. Sowieso ben ik al met Dany, de koning van Angmar, bezig om dingen uit te spreken. Of wij ons verhaal kunnen laten kruisen en zo. Dus dat kan alleen maar vette dingen uitkomen. En dat zal dus gewoon een hele leuke serie zijn die één keer per week wordt geüpload. Het zal dus een afwisseling zijn met Kingdom. Misschien dat het soms wel meer dan één keer per week wordt geüpload. Dat is een beetje kijken. Maar in ieder geval wordt dat een hele toffe tweede serie.
om een beetje het Kingdom af te wisselen. Maar het zal misschien wel een klein beetje dat Kingdom gevoel houden qua verhaallijn. Ik weet niet. Ik vind het leuk om het roleplayen. Dus ik zal ook in mijn survival dan wel een beetje mijn rol aannemen als High Elven prins. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En ik hoop dat ik ook heel veel leuke reacties ga krijgen van mensen die graag mee willen doen aan deze, aan dit toffe project. Want er komen echt heel veel vette dingen aan. Er komen dungeons aan die je dagelijks zal looten. Je kan dus geld verdienen. Daarmee kan je dus huisjes kopen in de hoofdsteden waar je woont. Dus bij de elfen is dat voorlopig Mirkwood. Dan kan je een huisje gaan kopen. En tot die tijd zal je ergens anders moeten wonen. Daar ga ik ook nog iets voor fixen. Dat we een soort dorpje verderop gaan bouwen. Dat wordt helemaal survival dorpje dan. En de rest ja, zal dus allemaal in Mirkwood zelf zijn. Dus als je echt in het centrum wil zitten waar alles is, dan zul jij dus geld moeten verdienen. En dat verdien je dus door quests te doen en af en toe die dungeons met z'n allen gaan doen, et cetera. Wordt gewoon heel erg tof. Ik ben heel erg hyped voor dit seizoen. Het vorige seizoen was hartstikke leuk, maar toen was ik pas laat bij. En ook toen heb ik al super veel plezier gehad. Dus ik hoop gewoon dat het heel erg leuk gaat worden. En ik hoop ook dat jullie de elfen keihard gaan rocken en gaan supporten. Vergeet niet eventjes een duimpje omhoog te doen, jongens. Abonneer zeker op Edeldier. Check ook eventjes de website voor Edeldier Merch als jij helemaal wil supporten of eventueel je verlanglijstje nog moet aanvullen. En laat het of je reactie achter. Deel al de video's met je vrienden als je denkt van hey, jullie moeten ook meedoen met PME of jij moet ook gaan kijken naar PME. En dan zie ik je hopelijk volgende week, of nee, deze week al, donderdag op 1 december met de eerste aflevering van Project Middle-earth Seizoen 2, The War of the Ring. Zoiets heet het hele seizoen volgens mij. En dan zeg ik natuurlijk tot de volgende keer. Oftewel, doei doei!